Voor de zesde keer werd door de stichting Speelkracht gebruikt speelgoed ingezameld. In november kon bij speeltuin De Kieviet gebruikt speelgoed ingeleverd worden. Het speelgoed wordt uitgedeeld aan kinderen die anders geen cadeautjes zouden krijgen in december vanwege de slechte financiële situatie thuis. Een aantal Nunense moeders staat aan de wieg van deze actie. Hoe is het initiatief ontstaan? Het is alweer 6 jaar geleden dat wij met een aantal dames het hadden over het feit dat wij in een luxe positie ons bevinden. Dat wij kinderen hebben die erg veel speelgoed krijgen, daar bijster weinig mee spelen. Dus kwalitatief goed speelgoed overhouden, waar we eigenlijk geen raad mee wisten. Dus vandaar dat wij toen gezegd hebben, daar moeten we iets mee doen. En een aantal van ons zijn toen gestart met het initiatief Speelkracht. Om te kijken of dat de minder bedeelde gezinnen misschien wel heel erg blij mee daarmee konden maken. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen over voldoende speelgoed beschikken? Wij vinden dat kinderen zich breed moeten kunnen ontwikkelen. Op zowel sociaal, emotioneel gebied als wel een motorisch gebied of welk gebied dan ook. Dus vandaar dat wij ook een breed aanbod aanbieden. Dus met spellen, puzzels, buitenspeelgoed, knutselen, specifiek jongens- of meisjespeelgoed. Zodat ze alle facetten van een ontwikkeling bij een kind maximaal gebruikt kunnen worden. Wij bieden speelgoed aan kinderen van 0 tot 10 jaar. Hoe selecteren jullie mensen die hier speelgoed mogen uitzoeken? Wij selecteren zelf niet. Wij krijgen heel fijn met de behulp van de gemeente Eindhoven dit jaar. Die maken voor ons een selectie. Bijstandsgezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. Die mensen worden door de gemeente aangeschreven met een uitnodiging van ons. Mensen kunnen zich via onze site of via de post aanmelden bij ons. En krijgen dan een uitnodiging voor de dag waarop ze welkom zijn om bij ons speelgoed te komen halen. Ze mogen echt zelf uitzoeken hier? Ja, en ze mogen inderdaad met behulp van onze vrijwilligers uiteraard hun spelpakket komen samenstellen. Hoeveel vrijwilligers zijn er actief voor Speelkracht? Nou, we hebben op dit moment een pool van een kleine 90 vrijwilligers. De harde kern zijn onze trouwe vrijwilligers die ieder jaar opnieuw terug gaan komen. Die allemaal besmet zijn met de speelkrachtvirus. We zijn een grote speelkrachtfamilie aan het worden, maar we hebben natuurlijk altijd handjes nodig. Dus mochten mensen inderdaad nog als vrijwilliger bij ons willen komen werken, dan kunnen ze zich via de site www.speelkracht.nl aanmelden daarvoor. En kracht schrijf je dan met KR en dan het cijfer 8. Gaat al het speelgoed naar Eindhovense gezinnen of zijn er ook Nunense gezinnen die jullie blij kunnen maken? We hebben dit jaar natuurlijk heel veel gezinnen in Eindhoven, maar we blijven onze eigen gezinnen in Nuenen ook altijd trouw. Dus met dank aan de Voedselbank Nuenen bereiken wij ook nog steeds gezinnen in ons eigen dorp. Dus ook daar is echt nog armoede? Overal is verborgen armoede, zelfs in onze eigen rijke Nuenen. Niet al het speelgoed wat jullie inzamelen wordt gebruikt om weer aan kinderen in Nederland te verdelen. Wat doen jullie bijvoorbeeld met de knuffels? Nou, dat klopt. De knuffels die we aangeleverd krijgen, die krijgen een tweede bestemming. We hebben daar een doelgroep voor en over het algemeen gaan die naar Roemenië. We zijn in samenwerking met een stichting Kansarme Roemenen. En mijn vrouw en ik zorgen ervoor dat die daar naartoe gaan. En hoe komt u in Roemenië terecht? Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar om het verhaal een beetje kort te maken. Mijn vrouw is vorig jaar hier begonnen als vrijwilliger. En die zag tot droefenis dat er toch een aantal dingen waren die ze bij de speelkracht niet meer konden gebruiken. En daar was geen bestemming voor. En toen hebben wij het op ons genomen en we hebben mensen opgezocht die in staat zijn om daadwerkelijk die spullen dus in Roemenië uit te delen aan kansarme kinderen. Nou, deze komen bijvoorbeeld uit de zakken die van de Nunense scholen komen en die zijn klaar om naar Roemenië te gaan. Kun je aangeven hoeveel speelgoed jullie hebben ingezameld? We schatten in dat we 200 kubieke speelgoed hebben ingezameld. Waarvan 4 volle containers uit Nuenen. Nuenen heeft heel veel gegeven dit jaar weer. Dus het is zeker het dubbele wat we vorig jaar hebben opgehaald. Ja. En dan heb je al dat speelgoed binnen. Hoe verloopt het proces dan verder? Ja, dan gaan we het sorteren in categorieën. Dus we hebben de puzzels, we hebben de knutselspullen, we hebben de auto's, we hebben de babyspullen en de meisjespullen. Die gaan allemaal door de poets heen. Dat wil zeggen dat de puzzels wordt geteld, de autootjes worden schoongemaakt. En de poppen en de poppenkleertjes gaan mee naar huis, die worden daar gewassen.
Dan maken we er gewoon volledige pakketjes van. En zodra die daar klaar mee zijn, dan gaan ze bij ons de winkel in. En de winkel is eigenlijk het stuk waar nu de ouders het speelgoed mogen komen uitzoeken. Over hoeveel gezinnen spreek je? Hoeveel gezinnen kunnen bij jullie spullen komen ophalen? Dit jaar zitten we weer ruim op 700 gezinnen. En dan zit je eigenlijk met over 1500 kinderpraatje dan. En verdeeld zijn dat gezinnen uit Eindhoven, uit Zon. Gezinnen die aangesloten zijn bij Voedselbank Roermond. Voedselbank Nuenen zit er ook bij. En we hebben ook goede contacten met Blijf voor Mijn Lijfhuizen in Tilburg en in Eindhoven. En die dames komen ook hier voor hun kinderen speelgoed uitzoeken. En komen ook alle gezinnen die jullie uitgenodigd hebben? Zijn er misschien gezinnen die zich een beetje schamen dat ze hier terecht zouden kunnen? Ja, dat is ook het geval. We hebben circa 1400 gezinnen uit Eindhoven uitgenodigd. En daar is zeker niet iedereen heeft gereageerd op onze actie. En dat vinden we ook heel erg jammer, want ook voor deze gezinnen is ruim genoeg speelgoed. Maar ja, ze komen. Ja, op een of andere manier is er een drempel of we bereiken ze in ieder geval niet. Nou wil ik niet opscheppen, maar we hebben de afgelopen dagen natuurlijk best veel media over de vloer hier gehad. Maar we zijn heel blij met lokale Omroep Nuenen. Omdat ik nu meteen wil ik namens het bestuur van Speelkracht gebruik maken om alle Nuenenaren die zich hebben ingezet voor Stichting Speelkracht heel hartelijk te bedanken. En daarmee bedoel ik vooral de scholen die dit jaar met ons hebben geholpen met de zakkenactie. Dus alle scholen en alle kindjes van die scholen heel hartelijk bedankt. Alle vrijwilligers en natuurlijk Speeltuin de Kieviet, waar onze mooie container heeft mogen staan. Alle inzamelweekenden heel erg bedankt en graag tot volgend jaar.